Een studieronde mag, maar ze mogen niet overdrijven. Exact 28 minuten is er over. Van de Weijer schiet iedereen weer wakker. De eerste tussenkomst van Verket is meteen een goeie. Capellen prikt terug. Sergi borstelt de bal op het hoofd van Davids. Het scheelt uiteindelijk 2 meter. Geel eist het derde kwartier op. Het zet meer druk naar voren en Capellen moet een paar keer aan de alarmbel gaan hangen. Tankari krijgt de beste kans uit de hele eerste helft. In de toegevoegde tijd van die eerste helft gooit de koning de bal in het pak. Van de Weijer legt hem af voor Van Hees, maar het is Schoenmakers die met de bal in doel loopt. Eerst dus Van Hees, binnenkant voet. Dan de kattenpoot van Verket. En het wordt uiteindelijk 1-0 door een aangoal. Capellen heeft al een periode titel op zak. De druk ligt bij Geel. Schoenmakers is heel dicht bij de gelijkmaker. De save is van Schuurmans. Geel houdt Tankari diep. Die mag je geen kansen geven. Van der Linden neemt dat te letterlijk en vraagt ze om zijn tweede gele kaart. 13 minuten nog. Karamatsa met de hoekschop en de kopbal van Bekmessi sterft tegen de doelpaal. Capellen dwingt nog een paar kansen af, maar Schoenmakers krijgt de bal niet voorbij Schuurmans. Geel betaalt nog bibbergeld tot diep in de toegevoegde tijd. Schuurmans houdt de 3 punten thuis en krijgt de Oscar van de wedstrijd. Geel snijdt het derde periodekampioenschap goed aan en blijft zo druk zetten op de nummers 1 en 2 uit het klassement. Het is nog lang, het zijn er nog 9. Hè. Ik denk einde maart ga je pas echt weten wie voor de titel gaat. En ik heb die gezien, zat heel goed in elkaar. Niet zo goed voetballend als Capellen vandaag, maar zit toch wel heel, heel goed in elkaar. Dus ik denk dat we die zeker en vast niet mogen afschrijven, in tegendeel.